Yes, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Fortnite minigame. Vandaag zitten we weer in een gloednieuwe creative server, want we gaan vandaag de minigame Bed Wars spelen. Oftewel, de beddenoorlog. Want ieder van ons, namelijk Rick, hallo Rick. Hallo. En Linda, hallo Linda. Hallo. Heeft op zijn of haar eiland een bed staan met 5000 HP. En wat ons doel wordt, is ten eerste om dat bed te verdedigen, maar om ten tweede het bed van onze vijanden, oftewel Rick en Linda in mijn geval, kapot te maken. Op het moment dat je bed kapot is, kan je niet meer respawnen en lig je dus ook uit de game. En degene die het langste kan volhouden met zijn of haar bed intact, die heeft gewonnen, zo makkelijk is het. Er liggen in de map bouwmaterialen, want ja, je ziet al, als we nu gaan lopen, dan vallen we van de map af, zijn we ook dood. In het midden liggen nog wat speciale wapens met launchpads erbij. En that's it. Ik heb van de game een mooi kasteeltje gekregen, zoals je ziet. Linda die heeft een mooie tempel gekregen, zoals je ziet. Yeah. En Rick die heeft een mooie schuur gekregen, zoals je ziet. Ja. Dus ja, we moeten langzaam maar zeker materialen gaan verzamelen. We mogen elkaar natuurlijk ook afknallen, waardoor het moeilijker wordt. We mogen ook elkaars bouwwerken kapot schieten. En dat zijn eigenlijk alle regels. Dus snappen jullie hem? Ja. Jazeker. Ja? Oké. Okay, dan mogen jullie even klaar gaan staan. Mijn bed staat hier, zoals je kan zien. En als iedereen klaar staat, dan gaan we beginnen in 3, 2, 1. Verzamel je materialen maar. Ja, succes. Succes. Mogen de beste winnen. Ik ga heel eventjes snel een rondje lopen op mijn vak hier. Oh, die materialen spannen wel snel in hoor. Ik heb nu alweer meer metaal. Ik moet alleen wel in de gaten houden. Nee! Hoe dan? Holy knetterik! Oh. Die was sick, ouwe! Ja. Die was sick! Ik schiet hem vol door zijn hoofd heen! Oei, 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 oei. Ik ga eventjes snel een rondje lopen in mijn kasteel. Even kijken wat er allemaal is. Want ik kan sowieso het alvast een beetje dichtbouwen. Dus dat is natuurlijk wel handig om te doen. Voor als ze zo meteen naar me toe komen. En ik heb wel al gezien. Dan moet ik even kijken. Waar is dat? Sorry, ik ben de weg kwijt op mijn eigen eiland. Oh, hier. Hier kan ik shields op pakken. Maar als ik hier op ga staan, dan kan ik ook snel rennen. Okay. Dus dat is wel handig. Ook handig. Ja! Rick! Eerlijk, geef toe! Dat zijn gewoon mooie schoten, ja, jongen! Oh, ik schiet hem twee keer vol door zijn hoofd! Zo! En nou het bed. Ja, nu het bed nog. Als je het nou bij de way leuk vindt, wat ik ben vergeten te zeggen, ram natuurlijk zo'n keihard op lijn op, zou ik heel, heel erg gaaf vinden natuurlijk. Vergeet ook niet te abonneren voor meer! En hij begint niet terug te schieten hoor, ja. Deze man! Nee, joh. Hey, ik ben rustig mijn bouwmateriaal aan het verzamelen hoor, Rick. Ik ga naar het midden proberen, denk ik, ja. Oh, hij redt zelf ook! Nee. Linda zit ook te schieten van haar tempo, hoor. Oh, nee, Linda, niet doen! Ja. Ik heb geconnect. Uitkijken, jij. Maar hij kan nu de launchpad. Oh, ja, hoi, Lin! Hallo? Oh, nee! Nee! Oh, ik was al bij Linda! Ja, die was wel slim, ja. Nou, dan kan jij mijn materialen nu stelen. Nu heb ik niks meer. Oh, dit is poep. Oh, yo. Doe je even normaal, vriend? Ja. Bro, ik weet niet hoe ik het doe! Ik maak geen grapje! Waar heb je last van, Jan? Oh nee, mijn bouwding is ook kapot gemaakt. Ja, natuurlijk. Tactiek. Ja. Maar ik kan nu al jouw spulletjes oppakken, Rick. Tactiek. Oh, nee. Thanks, bro. Dank je. Oh, het was ook helemaal niks meer. Meter. Even kijken, hebben wij hier nog iets in het midden liggen? We hebben een betere shotgun, maar dat hoef ik niet. Ik moet bouwspullen hebben. Eigenlijk hier in het midden moet ook wat liggen, maar er liggen geen bouwspullen, man. Nee, Lin! Oh! Ja, goed zo, dat vind ik wel leuk eigenlijk. Oh, daar baal ik echt gewoon van. Er komt iemand naar me toe. Rick, jij sneaky bastard, bro. Waar zijn jullie? En waar ben jij? Ja. En wij zitten gewoon iemand bij mij uit in de buurt, hoor. Vertrouw het niet. Rick? Ja? Oh. Rick? Ja? Wat is... Nee! Mijn bed!
Rick is game over! Ik was stond gewoon op zijn eiland, maar had het niet door! Oh my god! Als jij nu doodgaat, Rick, dan is het game over. Het is nu tussen Linda en mij. Oh, maar Rick, oh my god. Rick is toch sowieso game over? Ja. Oh, ben je ook meteen doodgegaan? Nee, dat niet. Nee, je leeft nog. Je bent pas game over als je dood bent wat je nu bent. Oh, wow. Dus je mocht nog doorgaan. Oh, nee! Go naar Linda, go naar Linda, go naar Linda, go! Ik ga bouwen. Ja, dat zag ik. Ik heb bouwmateriaal op, maar ik span net in. Kom op! Linda! Kom op, gewoon doorhakken! Ik heb hem al ver! Dit is leuk, jongen! Holy knetter! Het spijt me bij de wee nog, Rick. Ja, nee, maakt niet uit. Oké, gelukkig. Ah, je had niks door, hè, jij? Nee, joh. Had je niet door? Ik zat echt sneaky te lachen, hè? Echt sneaky, hoor. Ja! Oké, nu ben ik wel een beetje bang, want ik weet niet waar Linda is. Het is nu 1 tegen 1. Ja? Ik vind dit serieus leuk, ouwe. Hou je wel alles in de gaten, Jan? Ja, want ik sta gewoon bij mijn bed namelijk. Oké. Ik ben even wat materiaal aan het verzamelen, dus... Ja, echt? Ja. Nee, ik vertrouw er helemaal niks van. Met je sniper ergens de boel in de gaten te houden. Nee, ik zweer het. Je zweert het, oké. En daarom zie je dan daar... Ja, ik ben nu aan het rennen, ja, want jij durft niet te komen. Ik hou het echt niet hoor. Oei. Waar ben je nou? Ja. Woe! Waarom blijf je bij je bed staan, Lin? Ja, omdat ik eigenlijk meer materiaal wil hebben voordat ik... Nee. Oh, ik heb geen bouwdingen meer! Nee, ik had de verkeerde wapen vast! Nee! Oh, ja, maar jouw bed is al geraakt, hè? Dus jij moet nog beginnen gewoon. Ja, dat is waar. Komt u maar. Ik moet nog beginnen. Jij hebt daar wat dat betreft al een voorsprongetje natuurlijk. Hé, wat doe jij nou, Rick? Nee, ik kijk. Oké, spectator. Okay. Waar is Jan nu dan? Nou, hé. Ja. Dan moet je me zoeken, hè. Dat wil ik niet zeggen. Oké. Jan! Hij is nog nergens in de buurt gekomen, ja? Oh! Tactiek dit, hè, Rick? Ja, zeker. Even een launchpad pakken, hoor. Ja? Weet je het zeker? Daar kom ik! Nee, ik val zelf naar beneden! Ja! Go! Go! Zit gevallen! Go! Nee. Kom op! Graag. Wat doe je nou? Oh, yes! Kom op! Hakken! Kom op! Gaan! Ja! Wow. Ik heb hem! Yes! Ik heb hem! Oh! Het is wel, als je zeg maar nog met z'n drieën zit, en je zit dus even niet op te letten wat Rick nu had, dan ben je gewoon echt meteen de Sjaak. Maar als het eenmaal 1 tegen 1 is, dan moet je gewoon de kill krijgen. Want anders, ja, ben je ook de Sjaak zoals je nu zag. Oeh! Maar dat was de eerste keer dat we dit hebben gespeeld. Willen jullie nog een ronde doen? Ja, de rematch? Ja, oké, dan gaan we de tweede ronde starten, want we weten nu natuurlijk zelf ook precies hoe het werkt. We blijven wel op ons eigen eilandje staan. Alleen we resetten natuurlijk eventjes de game. Ronde 2 die gaat van start in 3, 2, 1, go! Succes! Succes! We mogen de beste winnen. Pas op voor mijn... Oh, yo! Ik wou zeggen, pas op voor mijn snipers, maar hij gaat daar staan! Ik zie je wel! Ik sta veilig. Oeh. Oké, payback. Ja, is niet erg. Die kreeg ik nog terug van de vorige ronde. Ja. Kan gebeuren. Ik pak gewoon alles weer op. Zo, even materiaaltjes verzamelen. Nee, Jan. Oh, nee, ik krijg je niet meer. Oh, saus. Oeh. Oh, joh, maat, ik bouw net. Rustig, hè. Neem geen enkel risico meer. Ik durf het eigenlijk ook niet, maar ik weet ook niet waar Linda is, dus dat is een beetje tricky hier.
Nee, nee, nee! Oh, ik zat op die blokjes! Ik zat op die blokjes! Ah, nee! Ik wil naar die gele pilaren bouwen, want er ligt ook loot op, maar ik wil weten wat het is. Ja? Jij gaat daar niet terechtkomen, Jan. En jullie hebben het helemaal naar beneden geschoten! Nu moet ik weer helemaal opnieuw. Ja, daar gaan je bouwmaterials. Wachten jullie maar. Wachten jullie maar. Ja? Mijn bed staat nog veilig, hoor. Ja, die van mij ook. Er is ook niemand bij me, dus... Denk je dat? Denk je dat? Denk je dat? We zitten hier snel op bed. Ik zit te controleren of er niemand is, maar er is niemand. Er is niks aan de hand. Hé, hey, wat is dit nou? Nee! Doe dat nou eens even niet, Rick. Ja, thanks. Was Rick bij jou, Lin? Ja, ja. Ik kwam even... Holy crap. Die vent die redt echt in één keer, jongen. Dat is niet normaal. Ja, hij is wel snel. Ik zie Jan daar bouwen. Ja? Ja. Maar ik vertrouw Rick ook niet helemaal. Nee, maar dat is ook heel goed dat je dat niet doet. Nee, nee, jongens, nee! Ja! Doe dat niet! Ja, ik loop gewoon weer terug ook. Ja, maar dat spawnplatform, je kan alles daar kapot maken. Ik wil weten wat erop ligt gewoon, dat is mijn doel. Ja. Ik wil alleen weten wat erop ligt. Laat me nou even gewoon naar boven klimmen, ja? Laat ze weer alles kapot maken. Nee! Maar... Oh, Linda is gevallen. Ja. Ik elke keer dat blijf ik doorbouwen en dan kom ik er dus achter dat, ja. Oh mijn god, er ligt hier helemaal niks op. Nee, echt? Er ligt alleen maar ammo op waar je geen saus aan hebt. Dat is ook lullig. Ja, dit is wel lullig. Ja, wat ligt er op de ander? Ook ammo? Dan baal je wel even. Ook ammo. Ja, dat is wel een tegenvalletje. Dit is wel een beetje... Beetje jammer. Ja. Er staat niemand bij mij, hè? Nee, oké. Okay. Nog niet, nee. Ik moet meer materialen. Nog niet. Er kan zomaar verandering in zitten. Nee! 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 Jawel. Oh mijn god, Rick is bij me. Echt? Kom ook eens eventjes eraan. Hij heeft echt alles volgebouwd hier. Nee, Jan. Nee, Jan. Nee, Rick. Nee, Rick, dit is mijn bed. Dit is mijn bed, bro. Oh! Oké, daar had je me. Nee, 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 nee. Stop maar weer, Rick. Stop maar weer. Hij zit te lachen, hè. Waar ben je? Kut, ik ben de weg kwijt op mijn eigen ding gewoon. Waar ben je dan? Daar, zo, dank je. Oh, je verhakt houden! Hij is nog ver gekomen ook, deze man. Wat denk jij? Ik heb een ijsje pickaxe, hè. Ja, nee, die is heel sterk. Nee, oh, Linda was bij Rick aan het hakken. Oh, damn. Die staat gewoon mijn bed aan het hakken. Hoor dat lachen, jongen. Ja, hij ligt zo langs, man. Oh, dit is mooi, jongen. Oh, nee, nee, nee. Je kan ook gewoon niemand meer vertrouwen hier, hoor. Sneaky, jongen. Ik ging echt helemaal stuk, gewoon. Maar er is ook iemand bij mij geweest. Echt? Nee, nee, nee. Jij bent nog helemaal intact. Voor nu. Haha, voor nu. Waar is hij, Rick? Maar dan. Nee, dat gaan wij niet doen, Jan. Nee. Het lukt me niet meer, het ging net zo goed. Nee, dat gebeurt maar één keer. Oh, mijn ding is verkeerd. Hey, Linda is wel heel stil. Ja, maar ik weet ook niet... Ah, nee! Of nee, ze zit niet in mijn bedtak. Nee. Ik schrok, jongen. Ik dacht... Ja, je bent helemaal niet bij mij. Nee, je bent bij mij. Ja, ze is bij jou, zit jou aan het hakken, Rick. Ja, 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 ja. Kijk hem rennen. Kijk hem rennen. Ja, ik heb hem, ik heb hem. Hakkelin, hakkelin. Nee, want nu valt Rick naar één door jou. Ja, maar hij was al naast je, die man. Ja, maar als je niet blijft schieten, hij blijft inspannen. Nee, maar nu gaat Jan naar mij toe. Nee, joh. Maak me dood. Go, go, go! Ja, nu, want Jan is zo sneaky. Hij dacht, ik ga naar Lin naartoe. Kijk, sneaky, ik ga nu naar Jan dit toe. Dit is zo sneaky. Ja, hij zit bij mij te hakken, die gek. Wat een mafface. Ja, kom op! Maar Rick gaat zo naar mij toe. Hij zit door te hakken. Yes! Yes! Nog een keer winnen, hoor. Nee. Yes! Oh nee!
Nee! Oh, ik heb Lilo ver gehakt, maar waar is Rick? Rick, niet mijn bed kapot maken! Niet mijn bed kapot maken! Nee, 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 waar is die? Hij zit er... Nee, hij zit bij de takken! Ja! Nee! Ja, ja! Nee! Nee! Oh. Zijn jullie stil? Nee! Yes! Oh, gelukkig! Hoe ver heb jij gehakt? Nee, hij is bijna kapot! Oh, damn! Oh, joh, die van iedereen is nu weak, hoor. Ja, al onze bedden zijn weak. Oh, nee! Ik heb geen bouwdingen. Nee! Nee! Kom op! Ik wist dat ik het al was! Nee, 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 niet hakken! Ik weet niet eens waar je bed is! Goed zo! Waar is Linda? Dank je. Nee, oké, Rick, ga naar Jan. Holy knetter. Nee, 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 niet samen zweren jullie! Oh my god, jongen. Oh, je wordt helemaal gek van dit. Ja, maar dit is ook echt niet normaal wat hier gebeurt met ons, hoor. Holy knetter, want nu ben ik Rick kwijt. Hé, hey, Rick, doe dat eens even niet, Kees. Maffe. Nee, hoe ver? De bed is nog maar 5,50. De bed is nog maar 5,50. Oeh. Oei, 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 oei. Het ligt zo dicht bij elkaar nu, jongen. Ja, het ligt zeker bij elkaar. Maar we gunnen elkaar ook gewoon helemaal niks. Dat vind ik het leukste van alles, jongen. Ja, niemand gunt iemand iets. Holy kwaai, joh, joh, joh. Waar is Linda? Ja, dat weet ik niet, maar ik bouw die voor mij even in als je het niet erg vindt, gewoon. Ja, ik ga... Oh ja, goed idee. Dankjewel voor de tip, Jan. Dat is inderdaad wel handig. Maar Jan, voor iets wat je inbouwt, is wel heel vreemd dat je naar iemands huisje toe gaat. Nee, iemand is bij mij. Hé, hey Rick, er is iemand bij mij. Ja, waar is ze dan? Weet ik niet. Ze is... Stroopt in het midden. Oh, ik heb het gezien. Oh, joi, 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 joi. Uh-oh. Ja, oké. Nee, nee, nee. Terug naar je plek, jij. Ja, misschien terug naar je plek. Ik vertrouw Jan niet. Hij is stil. Hij kan nooit... Hij kan nooit een uur zitten te bouwen bij zichzelf. Jan, nee, nou, ik heb die voor mij even ingebouwd, hoor. Jan is er al, denk ik. Ja. Ik vertrouw niet, iemand is van mij, hoor. Ik vertrouw het ook allemaal niet meer, hoor. Oeh, Jan, die was mis. Ja. Oh. En Jan zit in het midden. Ja. Hij pakt de luisterpad naar jou toe. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nee, hij zit je hele bed kapot, dank, Rick. Ja, Rick gaat kapot! Nee. Ja! Hoe dan? Let's go, ik blijf bouwen, maar Linda gaat in de vlieg voor mij! Oh, ik heb een idee, ik heb een idee. Kom op! Zit je nou jezelf te killen? Ja! Nee. Nee, hoor. Tactiek, hè? Sneaky, sneaky. Oh mijn god, ze hebben mij helemaal ingebouwd. Oh mijn god! Dat is flink aan het hakken, dat weet ik wel. Holy knetter! Bro, ik heb heel de verkeerde wapens vast gewoon. Woe! Het is weer 1 tegen 1 nu, hè? Het is weer 1 tegen 1. Ik word helemaal nerveus. Ik ook. Dit is echt niet goed voor je hart, dit. Maar hoe ben jij naar binnen gekomen, Mario, gek? Ja, gewoon. Voor gewoon. Hé, hey, wat doet Rick hier? Ja, Rick is ook game over. Oh, ik zit op Rick te schieten. Ik denk dat hij dat er mee is. Dat is nodig. Wat kan ik hier weer... Ah, ik moet even zo lopen. Wat is Jan aan het doen? Ik probeer te editen, maar ik kan het niet meer. En wie gelooft dat? Nou, ik. Linda, wat doe jij nou? Oh! Kit. Nee! Dat gaan we niet doen, hè, jij? Ja, ik heb helemaal geen bouwspullen meer, dus ik bouw meer. Ik stond even rustig bij mijn eigen dingetje gewoon. Oh ja.
Ik ga even bouwmateriaal voor mij... Nee. Hij is game over. Ja, daar Rick is game over. Dit is zo knijterdicht bij elkaar, hè? Ja, nog wel, ja. Wat lacht hij? Oh mijn god, jongen. Het is stil. Aan de overkant. Aan de overkant? Alleen hak. Kijk. Waar is die? Jan, waar ben jij? Ja! Hij is echt sneaky bezig, hoor. Ja, hij zit er... Ik ga hier niet weg, want hij wacht tot ik hier weg ga. En daar komt hij. Daar heb je hem. Ja, ik heb hem! Ja! Yes! Oh, yes! Ik heb hem! Oh, yes! Yes! Oh, ik zat op het juiste moment te wachten dat je even wegkeek en toen ging ik vliegen. Precies op het moment dat je wegkeek, ging ik ervoor, joh. Ik zweer het je, dit is echt geniaal, jongen. Ja, hè? Holy crap, maar dit is stressen, jongen, deze game mode. Niet normaal. Wow, yo. Nou, het was leuk. Dus mocht jullie hebben genoten, ram natuurlijk zo'n Skyrim blijven, dat zou ik super, super gaaf vinden. Wil je dit nou vaker zien? Laat me sowieso weten, want we kunnen natuurlijk altijd het nog een keer gaan doen op een andere map. En dan kijken wie zijn bed het langste overleeft. Het klinkt zo raar, maar ja. Zo heet het, hè. Dus mocht je hebben genoten, ram die like nog. Vergeet niet te abonneren voor meer. En hopelijk ook weer, zoals altijd, niet doen. Tot de volgende keer. Bye bye.